De stream en Kitty Girl X. Dankjewel voor het volgen. Meteen een lekker begin. We gaan straks verder met de 100 Baby Challenge. Want gisteren waren we natuurlijk was het een beetje een faaleinde. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik haar op zijn minst zwanger zou maken. En dat we dan zouden stoppen. Maar toen bij het laadscherm crashte het spel. Dus dat was een beetje stom. Ik heb inderdaad een nieuwe beloning. De nieuwe beloning is vadertje, zoals Delana al zegt. Ik ga deze 100 Baby Challenge namelijk doen met één mannelijke sim die ik gemaakt heb. En dat is mijn mannelijke sim selfie. En de andere 99 kinderen, of 98, want wie weet krijg ik nu een tweeling. Dat kan ook gebeuren natuurlijk, dat de eerste bevalling meteen een tweeling oplevert. Maar de andere kinderen, de andere zwangerschappen, laat ik dat zeggen. De andere zwangerschappen komen met vaders van jullie. Ik wil eigenlijk geen townies gebruiken. Ik wil vaders van jullie gebruiken. Die kan je dus kopen, die beloning. 300 tickets, koop je de beloning vadertje. En dan moet je dus zorgen dat je een huishouden hebt die bestaat uit één mannelijke sim. Geen familieleden, geen huishouden. Huisgenoten, geen huisdieren, gewoon één mannelijke sim. Jongvolwassen of volwassen. En als je die beloning koopt, dan download ik die dus uit jouw galerij. Ook zelfgemaakt, hè? Een zelfgemaakte mannelijke sim. En dan komt hij dus in mijn spel. En dan wordt hij dus de vader van één van de 100 baby's. Of misschien twee van de 100 baby's als het een tweeling wordt. Of heel misschien een drieling. Mevrouw Aarde is nog niet zwanger, maar dat gaan we zo meteen proberen. Welkom. Even kijken hoor. Delana is ook al begonnen aan de 100 Baby Challenge en heeft nog één kindje. Oh, dan loop je iets op me voor. En Imi Pukki is erbij gekomen. Imi is erbij gekomen. Welkom, welkom. Zijn er trouwens mensen die al in Creëer een Sim bezig zijn geweest? Of al aan het nadenken zijn van, oh, ik heb toevallig een sim op de galerij staan. Of ik heb een idee van een mannelijke sim die ik wil gaan maken. Voor de vadertje beloning. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of er echt kijkers van jullie al zijn die iets hebben van, oh ja, ik ga meedoen. Ik ga de beloning kopen. Ik ga een mannelijke sim maken en op de galerij zetten. Even kijken. Jolie zegt, dus je kan gewoon een sim maken en dan op de galerij zetten. Als je klaar bent, dan de beloning kopen. Ja, dat is de goede volgorde. De sim moet wel al klaarstaan op de galerij. Want als de beloning gekocht wordt, dan ga ik hem meteen opzoeken en downloaden. Welkom Iris en Shu. Vera vraagt of ik ook rare namen ga doen, zoals Druif. Nou, ik weet dat Tessleet, die doet natuurlijk ook de 100 Baby Challenge met het thema eten en drinken. En mijn moedersim heet Moeder Aarde, want ik ga dus topografische... That's right. Hey, Supje. Oeh, welkom. Dankjewel Menno voor je derde keer abonneren alweer. Ja, gooi maar meteen uitroepteken vlag voor jezelf in de chat. Dan gaan we dat vieren met een rood vlaggetje of een oranje vlaggetje. Maar wat ik dus eigenlijk aan het vertellen was, is dat de 100 kinderen gaan dus allemaal een topografische naam krijgen van de aarde. Dus je kan bijvoorbeeld Canada noemen, je kan Alkmaar noemen, je kan België noemen, je kan Vlaanderen noemen, je kan Friesland noemen. We gaan het op alfabet doen, dus we beginnen natuurlijk eerst met de A. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan Alkmaar, Afrika, Amerika. Maar ze gaan allemaal topografische namen zijn van de aarde. Dus geen Venus of Mars. De naam van een man mag je bedenken wat je wil. Dat hoeft echt niet met dit thema te maken hebben. Je mag gewoon een leuke man maken. Of een gekke man maken. Of een lelijke man maken. Of ja, ga lekker los. Even kijken. Menno zegt, doe maar oranje. Dan gaan we dat doen. Het past net. Oh, dat wordt wat. Want die andere vlaggetjes, die zijn een stukje klein nu. En het was je derde keer. Hier is het vlaggetje. Menno _ Henstra met een 3. En die komt erbij. Bij deze drukke, vrolijke boel. Ik doe je denk ik... hier achter is een plekje. Hier sta je bij Bibi, Joyce, Jiske, Nenske, Ezinet zie ik. Dagmartje, die er nog met de oude naam op staat. De vlaggetjespot. Menno, yes, ik zit hier lekker in het potje. Ja, je zit erbij. Ik heb op dit moment echt alleen rood of oranje. Want dit zijn mijn oude vlaggetjes. Die zijn bijna op. En als die op zijn, dan gaan we over naar mijn nieuwe vlaggetjes. Maar die hebben een printje. Dus ik doe eerst even de vlaggetjes zonder printje opmaken. En dan gaan we dus over naar deze. En Epica die wacht expres op de nieuwe. De naam Brabant. Ja, dat zou best kunnen als we bij de B aangekomen zijn. Het tweede kind.
En hoe je een man op de galerij zet? Nou, je moet een eerste 16 jaar of ouder zijn om toegang te hebben tot de galerij. Dus als je nog geen 16 bent, dan kan het inderdaad niet. En pulsband ga ik zeker doen, maar niet vandaag. Vandaag gaan we nog een babychallenge doen. Laten we maar gaan spelen. We zijn meteen bij het huis van Mick Puls, want dat zou mijn naam geweest zijn, Mick. Ook met een Y, als ik een jongen was geweest. Mijn mannelijke sim selfie. Ik zal trouwens het muziekje nu uitzetten, want we gaan nu het spel in natuurlijk. Zo. En dan gaan we meemaken hoe deze twee... Oh kijk, ze staat al meteen te flirteren. Hij ook. Een roos aanbieden en zoenen. Het regen is trouwens opgehouden, dus dat is fijn. Delane zegt, in september was het toch geen pulspad? Nee, maar ik moet er nog één toeren. Het is geen maandelijks project meer, want ik heb telkens zoveel inzendingen dat ik het niet red elke keer in de maand. Het is gewoon een project zo van, ik ben bezig met pulspad 2008. En als pulspad 2008 klaar is, dan ga ik weer een keertje een nieuwe kamer maken. Maar het wordt geen maandelijks project weer. Het wordt echt iets wat ik om de zoveel tijd ga doen. Zowel het toeren als het maken van de kamer. Ondertussen zijn de simmetjes lekker aan het flirten. En we gaan geen verkering vragen, maar we kunnen wel fluisteren. Oh, we mogen ook binnenkomen. Joehoe. Ja, we mogen natuurlijk binnenkomen, want ik kan de inrichting al zien. Zo. Jolie zegt, ik zie niet vadertje staan bij de beloningen. Je moet kijken bij de tickets, niet bij de pulspunten. Dus ga bewegen met je muis over het streamscherm, dan komt er een kassaatje in beeld. Hij gaat koken, dat is heel lief, maar ik wil eigenlijk wat anders. Oké, jongens, gaan we voor de douche? Of gaan we voor het bed? Allereerste keer. Gaan we haar allereerste keer, oh ja. Gaan we die onder de douche doen? Of gaan we die in bed? En Niels zegt, cool huisje, die had ik nog niet gezien. Oh, die heb ik gebouwd op stream ook. Ik kan, Hij heet Steneling of Stenelaar. En dit is mijn 100 tegelhuisje. Want ik heb natuurlijk. Ik ben nu natuurlijk ook bezig met streamen met een 64 tegelhuisje. Maar dit is het 100 tegelhuisje. Dus ik heb hier de begane grond. Met dus een keuken aan deze kant. Dan zit hier een wc'tje. Iem, kijk, het kan. Ik weet. Welkom, Mr. Thompson. Dankjewel voor het volgen. Maar Iem, het kan. Een 100 tegelhuisje bouwen kan. Ik weet dat Iem ermee bezig is. En aan deze kant heb ik dus een woonkamertje met een klein tv'tje hier. En we hebben een boekenkast. En in plaats van dat je dan naar boven gaat, ga je in dit huis en naar beneden. Oh, trouwens, skip die vraag. We gaan het in het bed doen. Dit is dan een tienerkamer die ik toen heb gebouwd. We hebben hier nog een badkamer. Hier hebben we de master slaapkamer. En wat ik dus heel leuk vind, is dat onder de trap staat dus een klein bureautje. En dan staat hier nog wat troepjes en zo. Dus... Ja, en ik kies nu voor het bed, want kijk wat een uitzicht je dan hebt. Al moet er dan natuurlijk net niet iemand zo hier langs lopen, want dat is misschien een beetje raar. Maar we gaan bij dat bed. Alleen, ik ben niet zo'n kokenwonder, dus waarom is dat mijn mens-selfie wel? Even kijken. Liefde, laten we eerst even... ja... verleidelijk fluisteren, doen we dat. En dan gaan we daarna kijken of we zwanger kunnen raken. De eerste vader heet Mick Puls, mijn mens-selfie. Die staat ook op de galerij. Het is mijn mannelijke sim-selfie, ja. Ik vond het wel leuk, aangezien ik de 100 baby-challenge dus niet ga doen met townies, maar met simmetjes van jullie, om dan te beginnen met een simmetje van mezelf. En dan vond ik het ook wel heel komisch om dat te beginnen met mijn mens-selfie. Omdat het, ja, dan zitten mijn genen ook een beetje erin. Waarom stoppen jullie nu hier? En even kijken. Marumar, dankjewel voor het volgen. Welkom. Nog een keer. Kunnen jullie er niet bij? Serieus? Ga eens hier staan. Oké, opnieuw. Het staat daar. Oké, opnieuw. Ga eens hierheen. Je kan toch gewoon... En kunnen we hem dan roepen? Even kijken hoor. Of staan we te dichtbij om hem te kunnen roepen? Dat is ook, kan ook alweer zo'n ding. Wacht, we gaan iets anders doen. We gaan samen zitten. Dan komt in ieder geval de kamer in. Dat werkt al. Dat werkt al. Kijk, nu zijn we in de juiste kamer. En dan gaan we nu
een kindje proberen te maken. Staat die kast in de weg? Is dat het? Je hebt toch een halve tegel nodig? Het past gewoon. Wat? Het past. Oh, kijk, nu gaat ze wel naar hem toe. Nu gaat ze het wel zeggen. Raar spel ook af en toe. Maar dan gaat ze natuurlijk eerst helemaal naar boven. Om het aan hem te vragen. Wat wel netjes is dat je eerst vraagt. Oeh, ik zie sparkeldingetjes. Dit huis heeft kavel-eigenschappen. Even kijken. Waar is het huis? Hier. Steneling. We hebben gemoedelijk, dus dat is goed voor charisma, comedy en ondeugd. Natuurlijk licht, hebben we niet zoveel aan nu. En zonnig aspect. Als de zon ondergaat, worden je sims energiek, blij of geïnspireerd. Maar zo heet hij dus, Steneling. Hij staat op mijn galerij. Goedenavond, Jiska. Oh, die kant op. En dan ga... Oké, samen hierheen gaan. Ik denk dat er een probleem is met die trap hier of zo. Want daar... Misschien door dit wat hier staat. Want ze liepen hier en opeens glitchten ze naar daar. Ik heb dit nu al een tig keer aangeklikt. Ja, gaat het nou gebeuren? Maar kijk hoe vol die romantische bar is. We gaan nooit meer van hem afkomen. Al die vaders komen toch altijd bij iedereen langs. Ja hoor, daar gaan ze. Daar gaan ze. Gaat ze met... Misschien moeten we er ook even een sexy outfit geven. Want ze heeft nu natuurlijk die lekkere warme slaaptrui aan. En welkom Annette. Dank je. Welkom. Welkom bij de stream. Menno anders maar onder de douche. Nou, zal het vuurwerk zijn op de eerste keer? Oh. En ik ga wel meteen een zwangerschapstest doen hoor. Ik ga niet eerst zitten afwachten om te kijken of we zwanger zijn. Gaan we gewoon meteen straks testen. Ik zie wel allemaal hartjes, dus dat gaat goed. Woe, zegt ze. En was ze tevreden? Ja, lekker heet. Zin in prikkelende plagerij. En de eerste keer, oh ja, was een gedenkwaardige ervaring. Nou. En dan gaat ze nu de vruchtencake opvreten. Ja, kijk dan wel wat voor een leuke boxer die aan heeft. Het is toch de perfecte eerste man om deze challenge mee te doen. Ja, smaakt het? Ben jij fan van de vruchtencake? Ze is fan van de vruchtencake. Fijn, want we hebben er nog een aantal van. Nog 7 stuks, dus dat is mooi. En ze moet toch plassen, dus dat is ook mooi. Oh. Ik heb haar geld afgepakt. We kunnen geen zwangerschapstest betalen. Dus ik denk dat we zo naar huis moeten. En dan gaan we maar even in de omgeving kijken of... wat plantjes kunnen oogsten en kunnen verkopen. Of een beetje spulletjes kunnen rommelen en zo. Ja, kijken of we wat dingen kunnen vinden die we kunnen verkopen. Dus ik ga eerst opslaan, want dat ging natuurlijk gisteren wat minder goed. Zo, dat was snel. 2 seconden, opgeslagen, klaar. Nou, dan gaan we nu maar reizen. Terug naar huis. Niet dat ze ver woont, want ze is nu hier. En we wonen daar, waar geen huis staat. Want ik dacht... Dit is een moeilijke challenge. Laat ik het mezelf nog moeilijker maken. Dus ja, ze heeft geen huis en geen geld. Maar daardoor kan ik dus ook geen zwangerschapstest betalen. Dus dat is misschien een beetje sneu. Het balen alleen is als ze nu niet zwanger blijkt te zijn, dan moeten we dus weer terug. Die kunnen we alleen bekijken. Die kunnen we alleen bekijken. Kattenkruid, hebben we hier kattenkruid? Hebben we hier iets? Oeh, kijk, hier. We kunnen dit opgraven. Ga daar maar heen. En het regent weer. Waarom regent net bij de buurman niet? En hier thuis wel. Ik bedacht me gisteren trouwens ook, toen ik dus aan het herspelen was, omdat natuurlijk het spel gecrashed was, dat het misschien niet heel erg handig is dat ze dat een van die vaders haar buurman is. Want die gaat natuurlijk constant langskomen. Maar ja. Even kijken. Oeh. Oh, ze voelt zich misselijk. Dat is al een goed teken. En ze heeft wat dingetjes gevonden. Die kunnen verkopen. En dat is genoeg voor een zwangerschapstest. Nou, zit er hier achter ergens een openbaar toilet? Kijk, hier.
Oh, we kunnen alleen het toilet gebruiken. We kunnen geen zwangerschapstest doen. Ja, zullen we eerst even kijken of we nog meer spulletjes kunnen verzamelen? Hier, die kunnen we ook graven. En dan gaan we weer terug naar Mick. Gaan we daar wel de zwangerschapstest doen? Of, hoe duur is een wc? Want als we genoeg geld kunnen verdienen voor een wc, dat zou helemaal mooi zijn. De struik is 50. En de goedkoopste wc? Ik denk dat we het voorlopig met de struik moeten doen. Ja, dat zijn kattenbakken. Daar heb ik niet zoveel aan. Ja, de goedkoopste wc is de struik van 50 simoleons. En Jessica vindt een leuke wereld. Dit is Brindleton Bay van de Sims 4 honden en katten. En Niels vindt het leuk dat ik gameplay kan doen. En Jolie zegt dat ik geen wiegje moet kopen, want het kost weer geld. En die krijgen we gewoon van het ziekenhuis. Ja, dat klopt inderdaad. Dat gaan we ook niet doen. Volgens mij zag ik hier ook iets. Ja, kijk, hier kunnen we ook opgraven. Die kunnen we alleen bekijken, daar heb ik niet zoveel aan. Is dit iets? Of is dit iets waar alleen huisdieren in kunnen rommelen? Nee, daar kunnen we niks mee. Oeh, kijk, we kunnen ook nog een kikker zoeken. We hebben nog meer spullen voor verbetering gevonden. Gaan we hier nog even in de buurt kijken. Ja, heel veel plantjes moeten nog groeien. Dat is een beetje jammer. Dat we echt moeten wachten tot ze gegroeid zijn voordat we ze kunnen oogsten. Even aan deze kant. Hier ligt ook nog wat. Oh, die kunnen we alleen bekijken. Nou, dat hoeft niet. En de vliegende lama vindt het een leuk simsje. En Annette zegt, wat heb je jezelf aangedaan om deze challenge ook zonder huis te beginnen? Ja, weet je, ik heb natuurlijk de challenge al een tijdje bij andere simmers gevolgd. Ik weet dat Teslate speelt het, ik weet dat Agenet het speelt. En op een gegeven moment word je best wel rijk, omdat al die tieners gaan natuurlijk aan een bijbaantje. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dan gewoon echt met nul beginnen. Dan ben ik ook echt benieuwd dat als ik straks die 100ste baby heb, om dan te zien hoeveel geld we hebben en wat voor soort groot huis we hebben opgebouwd. Dat lijkt me echt heel interessant om te zien. Ik vind het ook heel leuk, deze wereld, omdat we dus nu regelmatig huisdieren voorbij zien komen. Dit is wel een hele bijzondere slaappositie. Oh, eentje wordt nu wakker. Die andere, gewoon midden op straat, hè? Hoe heet je? Boris, en dat is Sydney. Oh, even kijken, waar ben je gebleven daar? Maar daar ligt ook wat. Die kun je ook opgraven. Dan hadden we die al. Oh. We hebben in ieder geval nu 20. We kunnen die verkopen. Kijk, we hebben genoeg voor en de struik. En de zwangerschapstest. Maar ik weet niet of je een zwangerschapstest kan doen in de struik. Ook ze moeten ook heel nodig naar de visie. Dus gaan even kijken of we wat meer geld kunnen vinden. En eigenlijk moet ik nog een tweede kikkerding vinden. Want dan kunnen we ook kikkers fokken. Kijk hier. Oh, die heb ik al aangeklikt waarschijnlijk. Gaan we even volgen. We hebben nog twee kalkstenen. Hoppatee. Nu hebben we genoeg voor een wc. En voor een zwangerschapstest. We hebben hier alleen geen privacy. En Iris zegt, dat is lang geleden. Hallo, welkom Iris. Kijk, de ambassadeur. Gaan we die wel hier in het hoekje zetten. We hebben niet genoeg voor privacy. Dus je moet het gewoon... Ja. Hopen dat er niemand langs loopt. Oh kijk, er loopt iemand langs. Oké, nou gaan we hierheen. Yes, genoeg geld voor een wc. Wat ga je doen? Oh, er zit niks in. Wacht, nee. Ze is te ongemakkelijk om dat te doen. En dan gaat ze ook niet graven. Oké, dan gaan we nu meteen hier naar die wc. Want je bent waarschijnlijk ongemakkelijk omdat je heel nodig moet. Hoe lang hebben we nog? Nog 2 uur. Geen huis, wel een wc. En ja, nou een wc is niet per se heel erg om niet te hebben. Omdat er hier eentje staat. Maar ja. Oh, het is zo sneu. Dat je in dat huisje kan je gewoon geen zwangerschapstest doen. Dus we moeten een soort van wel een wc plaatsen. Anders had ik eerst een koelkast geplaatst waarschijnlijk. Of een bed. Waar ben je? Oh, daar loop je. Was je kwijt?
gaat ze helemaal heen, joh. Waar neem je ze een omweg? En Antistofje, wat een geinige naam. Welkom, dankjewel voor het volgen. Ja, niet in je broek plassen, we zijn er. Hier, doe meteen een zwangerschapstest. Ze is echt wanhopig. Pinneroe! Oh. Welke eigenschappen ik aan moeder heb gegeven? Dat is romantisch, extravert, op familie gericht en ze is huiselijk vanwege het doel. Ja, de eerste zwangerschap. De eerste zwangerschap. Woep woep. En dan meteen een buikje. Huppatee. Gooi er nog maar een vruchtencake in. Ze is zwanger. Oh, mooi. Alleen dan gaat de hygiëne heel erg achteruit. En ik vrees dat je je daar niet kan opfrissen. Dus we zullen voor naar een sportschool moeten. Maar in principe, nu heb ik 3 Sims-dagen niet per se iets te doen. Want ik, ja, nog niemand van jullie heeft vadertje gekocht. Dus ik ben heel benieuwd wie binnenkort vadertje gaat kopen. Zodat ik weer een mannelijke Sim in deze wereld kan plaatsen. Een toekomstige baby daddy. In de tussentijd kunnen we... Oh, dat kan je niet weggooien, want je hebt natuurlijk geen prullenbak. Ja, in de tussentijd kunnen we gewoon kijken of we geld gaan verdienen en zo. Ik denk dat ik haar nu wel even naar een sportschool stuur. En dan kan ze daar even een dutje doen. En dan kan ze er ook even douchen daar. Dus we gaan wel naar een andere wereld. Dan gaan we gewoon even naar Willow Creek of zo. Basisspelwereld. Hier, Heppers en Horses. Hier ben ik ook met de familie Puls wel eens geweest. Zo. Nou, ik volg niet officieel de regels van de Homeless Challenge. Maar ik vond het gewoon mooi, aangezien dit een challenge is waarbij je geen werk mag hebben en zo. Ik wilde gewoon echt zien wat mijn eindstand is als ik 100 baby's heb. Ook qua geld en qua formaat van het huis. Maar we zijn hier. Ik ga trouwens wel even opslaan, want die zwangerschap die wil ik niet kwijt. even kijken. Ja, ga eerst maar een dutje doen hier. Zo, je mag toch niet sporten waarschijnlijk. Oh, dat mag wel. Iem zegt, ik ben heel benieuwd hoe blij je op het moment bent met een tweeling zonder geld. Nou, de vraag is of het wel een tweeling gaat worden. Want onze kavel heeft wel op een leelijn. Maar ze is natuurlijk zwanger geworden bij de buurman thuis. En die heeft niet op een leelijn. Dus het is nog de vraag of er 1 kindje in zit of dat er meerdere kindjes uitkomen. Menno zegt dat clipje is gemaakt hoor. Oh, post hem in mijn Discord. Dan ga ik na de stream kijken. Ben ik benieuwd. En Delana gaat morgen dus een mannelijke sim maken. Maar heeft bijna geen punten. Nou, gisteren is het community doel gehaald. Dat iedereen 100 tickets erbij gaat krijgen. Ik heb wel geprobeerd die er al op te zetten. Maar Streamlabs heeft een storing. Dus de tickets komen er nog aan. Maar het is me gisteren niet gelukt. Ik heb net ook geprobeerd. Lukte ook niet. Maar het komt goed. Iedereen krijgt nog zo'n 100 tickets. En dan hoef je nog maar te sparen voor 200 tickets. En in de tussentijd ga ik ook gewoon andere dingen streamen. Ik ga gewoon door met bouwstreams. Ik ga gewoon door met ook met Pulsband. Ik wil ook andere games gaan streamen. Ik wil weer Drawful gaan doen. Wat ik natuurlijk ook met mijn verjaardagstream heb gedaan. Ik wil ook Among Us gaan streamen. En ik wil ook kijken of ik nog andere games wil gaan streamen in de toekomst. Ik ben natuurlijk aan het sparen voor een Switch. Dus in de toekomst ook Switch spellen streamen. Maar 100 baby challenge wil ik zeker regelmatig doen. Zo, ga maar even douchen. Oh, daar duikt hij net in. Nou, pak dan maar deze. Nee, Fall Guys is niet mijn ding. Die ga ik niet streamen. Even kijken. We kunnen meteen in deze buurt kijken. Zo gewoon even hierachter beginnen. Zeker. Ja, kunnen we ook alleen maar bekijken. Alles moet echt nog groeien. Dat krijg je als je een nieuwe save game opent. Ah, kijk. Kikker. Kon je nou in de regen spelen? Dat is wel het laatste wat ik wil doen in de regen. Dat is een aardbeienstruik. Die kunnen we opgraven. Even wat geld fixen. Hier hebben we niks. Dit zijn allemaal plantdingetjes, hè? Oh, kijk, hier hebben we nog een steen. Hoep. Die kunnen we opgraven. Ik klik even naast. De kikkers zoeken. En nog meer kikkers kijken. We kunnen ook kikkers fokken. En dan kan je dus ook gewoon thuis geld verdienen. Dat is ook tof. Menno zegt, mijn subtickets zijn er ook niet bij gekomen, dus geen verkleedpartijtje. Nou, ik heb dus van Annette gehoord dat als je dus subt, dat je dan even de stream moet vernieuwen. En dat ze er dan bij staan.
Ja, Animal Crossing, zegt Delane. Oh, ik hoop echt dat ik in november of december het lukt om de Switch te sparen. Want ik wil zo graag Animal Crossing doen. En ik ga ook de allereerste keer dat ik het ga spelen, gewoon meteen live op Twitch met jullie doen. Want ik snap er waarschijnlijk geen snars van. En dat is én grappig voor jullie, maar tegelijkertijd krijg ik ook hulp van jullie. Dus dat is dubbel, dubbel, ja. Kijk, Menno zegt ja, de tickets zijn er. Oeh. Man, het kunnen weten, natuurlijk. Jessica zegt leuke plannen, Kim. En nu moet ze afwassen al. Oké, nou, we gaan even. Krijg je een muziekje bij. Naar het rad. Daar gaan we, zegt Menno. Nou, daar gaan we. Wat krijg ik erbij? Het wordt. Kattenoortjes, is Inde nog? Hier zit ze al die tijd op te hopen. Ja, ze is er nog. Kim heeft spijt dat ze tegen Menno zei dat ze de pagina moest refreshen. Nee, het is geen molenbril. Met deze ben ik blij. Deze zijn leuk. Zo, hij mag wel een stukje naar. Wacht, dan een stukje naar voren. Zo. Ze zijn nu wel heel lichtroze met de lampje bovenop me. Imi is blij hoor. Woehoe, zie ik in de chat. Ja, Menno, ben je ook blij? Kattenoortjes dit keer. Die heb ik dus zelf nog nooit opgehad op stream dan. De kattenoortjes, ja. Dit is een van de dingetjes die ik dus nieuw heb. Imi, ja, Imi is blij. Oké, nou gaan we verder. Ja hoor, staat leuk. Dankjewel, dankjewel. Oké, gaan we verder met het spel. Ze is gaan douchen in de sportschool en nu loopt ze in een handdoekje door de wijk. Meid, wat doe je? Serieus, wat doe je? Hier moet dan een foto van hebben. Haspa. Oké. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Kijk eens aan. In haar handdoekje zit ze dan. Ze kijkt wel een beetje boos. Oh, iets hoger. Want ik vind het zo lelijk dat, zeg maar, als je onder rokjes kijkt en zo, het is gewoon zo afgekapt. Niet iets met schaduw of zo. Dus het lijkt nu alsof die benen uit het niets komen. Dus ik probeer met foto's ook altijd een beetje zo te draaien dat je het minder heftig ziet. Je moet hem wel in de steen doen, mevrouw. Niet zo leuk. Kijk, er staan in haar handdoekje. Die komt op de thumbnail. Oké. Zo. Nou, ga maar verder met je speurtocht. Moeder heeft een capsule opgegraven. Ik vind die naam nog steeds briljant. Ik moet nu ook de hele tijd aan Strangerville denken. Moeder roept en ik moet komen. Kijk, we hebben de zonnebloemkikker, die is ongewoon en 30 simoleons. En we hebben de gestippelde bladkikker, die is 10 simoleons. Maar we hebben er daar nog één. En het is volgens mij, als je duurdere met elkaar fokt, dan kan je er ook een duurdere uit krijgen. En Diel zakt ze nou in haar badjas? Ja. Zo. Mag ze weer wat opgraven? Een kalksteen hebben we gevonden. Hier gaan we nog een kikkertje zoeken. Een zonnebloemkikker. En dan gaat ze even kijken. Waar ga je heen? Ze gaat nu naar die kikkerding. En dan hadden we hier nog ergens een steen gezien. Waar loop je heen? Waar loop je heen, moeder? Oh, daar. Ja, oké. Dan hebben we dit stukje volgens mij helemaal leeg geplukt. Dit zijn allemaal plantjes die nog moeten oogsten. Ja, we kunnen helaas niet schaatsen, want ze is zwanger. Dat gaat wel een beetje een dingetje zijn. We zullen met haar vrij weinig kunnen doen. Omdat elke keer als ze zwanger is, mag je dus bepaalde dingen niet doen met een sim. Oh, kijk. We hebben aan deze kant nog meer. Hoppatee. Nou, ik weet niet wie er nou zei. Volgens mij was het Iem dat ik hier nog spijt van ging krijgen bij mijn tweede of mijn derde stream. We gaan wel lekker met dat geld. Hier, robotonderdeel hebben we zelfs gevonden. Oh, die is dan weer niet zoveel waard. Hier, 50, hoppatee. 10 erbij. We hebben twee van die. Ook, hup, één weg. We gaan wel lekker. En zij loopt gewoon om 4 uur 's nachts in de badjas of in de handdoek.
Hier in het park. En de Lana zegt ook, maak bloemstukken en schilderijen en dan verdien je geld. Ja, het ding is alleen, ik moet wel een schildersezel kunnen kopen en canvas kunnen kopen. Maar dat is zeker iets wat we in de toekomst kunnen doen, ja. Iem zegt, ik weet zeker dat je spijt gaat krijgen. Kinderen zijn duur en peuters hebben elke keer honger, allemaal gedoe. Hey, ik heb de 7 peuter challenge gedaan en dan ook nog eens de extreme versie. Dus ik denk dat ik de 100 baby challenge wel red. Oh, nu pas kleedt ze zich om. 4:30 s'nachts. Oké. Okay. Moeder is niet helemaal 100. vind ik wel een grappige opmerking, aangezien het getal 100 juist het thema is bij deze challenge. Even kijken hoor, we kunnen hier niet aan de overkant. Hè? We hebben hier wel zo'n beetje alles gehad wat we konden vinden. Ja. Oké, okay, hoe gaat het met haar? Ze heeft honger en ze heeft energie nodig. Nou, laten we toevallig nog een vruchtencake hebben. Dat is een vies bord, maar hier hebben we een nieuwe. Ga maar een stukje pakken. En dan mag je daarna weer even slapen in de sportschool. Welke is de sportschool? Daar is de sportschool. Gaan we hier weer... Oh, ik dacht even dat die gratis eten stond. Maar het zijn die decoratieve fruitschalen. Ja, de stand is nu 0 baby's. We moeten nog even afwachten. Oh, ik zie inderdaad dat er een vraag is of je sneller tickets krijgt als je een sub bent. Nee, op het moment dat je abonneert krijg je eenmalig 50 tickets cadeau. Dus vandaar dat sommigen dan opeens heel snel een verkleedpartijtje kunnen kopen. Annette hoopt op een tweeling. Ik vind het wel leuk dat ze dus nu de winteroutfit heeft aangetrokken. En dan ook echt de buitenwinteroutfit en niet de binnenwinteroutfit. Dus dat ze ook echt met een jas en een muts loopt en zo. En ik heb ook expres, toen ik haar gisteren ging maken, opgelet met de alledaagse outfits. Dat het geen outfits zijn met een blote buik of zo. Dat zou nog een beetje gek zijn als ze dan zwanger is. Waarom ga je nou weer staan? Oh, je moet naar de wc. Doe dat maar. Ik kijk altijd erg uit naar je streams. Ik vind je echt heel leuk. Ah, dankjewel Iris. Gezellig dat je er bent. Jolie in de chat. Ik haat peuters. Ik ben het lichtelijk met je eens, Jolie. Want de peuter challenge, de 7 peuter challenge, die was echt intens. Waarom kan je geen dutje doen? Zit hier ergens een muziek of zo? Ik zie geen boksen. Nee, ik zie geen muziek. In principe moet je gewoon hier kunnen slapen. Dat heb ik met Eva Puls ook gedaan toen ze nog leefde. Welkom Lianne. Zo. En als ze dan wakker is, dan mag ze weer zijn vruchtencake naar binnen werken. Hier, een stuk pakken. We hebben de zonbloemkikker van 30 simoleons. De gestreepte auberginekikker van 10 simoleons. Nog een aubergine. Oh, we hebben de gestreepte. En ook de gewone auberginekikker. En de gestippelde bladkikker. Nou, deze is in ieder geval duurst. En die gaan we dan fokken met... Laten we voor de gestippelde gaan. En dan krijgen we nog een gestippelde. Huppatee. 10 simoleons. Die is 80. Dat is lekker. Kijk, we hebben al 270 simoleons. Ja, dat bed van klein wonen ga ik bij deze challenge niet kopen als je het niet erg vindt. Menno heeft al 46 baby's. Maar de motivatie is een beetje weg. Nou, het is op zich niet erg om ook af en toe pauzes te nemen. En om dan misschien een andere challenge tussendoor te doen. Want 100 baby's achter elkaar lijkt me ook best herhalend op een gegeven moment. Het voor altijd slapen bed, ja. Oh. En Iris, je zou maar 100 baby's in het echt krijgen. Nou, dan moet je volgens mij zodra je voor het eerst ongesteld wordt meteen beginnen. Want anders red je het niet. Het is niet in het echte leven zo. Zoals bij de Sims. Dat als je zwanger bent, dat je niet ouder wordt. Miepukkie zegt, in het echte leven kan ik voor 12 peuters zorgen. En in de Sims zijn 7 peuters in hel. Miepukkie is laatst begonnen met de 7 peuter challenge. Was ze na een uur al klaar mee? Eigenlijk na een half uur al. Ga je er überhaupt nog mee door, dacht maar. Of heb je het helemaal gehad? Oh. Oké, okay. Slaap maar door. En ze is weer wakker. Hoppatee, lekker eten.
Nou, ja, ze denkt aan de baby, ze denkt aan liefde en ze denkt aan de televisie. Ik vind je plezier hoog genoeg. We gaan weer reizen, want we hebben deze buurt natuurlijk helemaal uitgekampt. En Miepukje zegt, tuurlijk ga ik door. That's the spirit. we gaan nu naar deze wereld. En dan gaan we hier ook naar de sportschool. Want dan kunnen we ook gewoon daar douchen en slapen. Maar dan kunnen we ook deze omgeving even uitkammen. Kijken of we hier ook nog spulletjes kunnen vinden om geld mee te verdienen. Zo. Kijk, staat ze dan hoor. Zo sneu. Oh. Zwaar leven. Zo'n zwaar leven. Nou, de sportschool hoeven we nu nog niet in. Maar we gaan wel even in de omgeving kijken. We zien hier achter. Hier, kikkers zoeken. Ik zal het even wennen aan deze wereld. Want dan ziet het er net een beetje anders uit. En hier liggen ook heel veel stenen. Dus je moet echt kijken welke stenen zijn decoratief. En welke stenen kan je dus uithakken. Daar kunnen we niet heen. Dan hebben we hier achter nog een wijk. Oeh, kunnen we ook in de prullenbak graaien? Nee, er is niks. Niks nieuws. Jammer. Hier nog meer kikkers. Kijk, hebben we dat stukje ook gehad. Oeh. Oh, dit is een leuk plekje. Ja, ze heeft geen geld, dus daar gaan we... ik moet er even in de gaten houden, want Sims hebben vrije wil aan. En dan let je één keer niet op en dan bestelt ze meteen met haar geld duur eten. Want geld dat ze niet hebben daarvoor. Maar wat een leuk plekje is dit. En ze heeft een gestreepte hartkikker gevonden. Dit is zeker ook een plantje wat nog uit moet komen. Ja. Ik vind dat misschien wel een leuk idee. Want met de 100 baby challenge mag je nou wel een tuinier inhuren. Volgens mij mocht dat wel, toch? Je mag alleen geen oppas. Of mag... Ik moet echt even die regels weer doorlezen. Want ik weet wel de basisregels. Weet je, de rode draad weet ik wel. Maar ik weet eigenlijk niet of je gewoon een tuinman mag inhuren. Want dan kunnen we ook een moestuintje gaan aanleggen. Als al die dingetjes eenmaal zijn gaan groeien, kunnen we in hun eigen huis een moestuintje aanleggen. Huur een tuinman in en op een gegeven moment gaat het winst opleveren natuurlijk. Oh, Lianne zegt, ik deed deze challenge en op een gegeven moment won ik de loterij. Nee, sorry Mick. Ik moet wel even kijken hier trouwens. Die kan op zich wel blijven. Liefdesdag. Nou, kijk hoor. 1, 2, 3. Hier zou ze eventueel bevallen. Als hij dus binnenkort van een vadertje van jullie krijgt, dan kunnen we op liefdesdag. Hoppatee, nieuwe baby erin. Maar dit soort dagen, ja, oogstfeest. Weet je wat het ding is? Die kinderen zijn vrij van school. Maar aan de andere kant, die feestdagkabouters geven je wel heel veel van die zaadjes om te tuinieren. Dus dat is een dingetje waarvan ik denk, ja, willen we die houden of niet? Hier krijg je cadeautjes van de kerstman, van vadertje Winter. Heel misschien maak ik één uitzondering. Dat ik wel vadertje Winter doe als een van de vaders van de 100 Baby Challenge. Omdat zij heet natuurlijk moeder en hij heet vadertje. Dat is toch briljant? Dat zou een leuke combi zijn. En welke challenge dit is? De 100 Baby Challenge. Als het goed is, staat het ook in de titel van mijn stream. De stemperiode is bijna afgelopen. Steun de uitvoerende kunsten gaat aan kop. Ga naar het dichtstbijzijnde stembord of je brievenbus om voor maandag 6 uur te stemmen. Oh, we hebben nog even. Oké, dan moeten we dus straks even terug naar huis. Oh, echt. Ga weg. We hebben je niet meer nodig. We zijn zwanger. Oké, weer een kikker erbij. Hebben we al dubbele? Nog niet. Misschien kunnen we ook zo even kijken wat we al kunnen neerzetten met dit geld. Doei Delaan, leuk dat je er was. Nee, het is niet de homeless challenge. Ik hou me niet aan de regels van de homeless challenge. We hebben een capsule. Nou, hoppatee, die gaan we meteen verkopen. Ik vind dit ook een leuke outfit, maar volgens mij is dit haar koudweer outfit. En het is warm. Oh. Voel je wel lekker, meid?
Hier, trek even dat andere aan. Niet spugen, niet spugen. Kijk. Dimpa je dus. Dat outfit is die. Even kijken. Hebben we hier nu ook alles gehad? Oh, ik zie daar nog een steentje liggen. Hoppatee, pak die ook maar. Hebben we hier nog iets liggen? Kunnen we hier? Nee, daar kunnen we niks opduiken. En al die plantjes. Zo zonde dat je daarop moet wachten. Het kan echt een simdag of twee duren voordat die oogstbaar zijn. Ze loopt. Helemaal tevreden. Net was ze nog snel. Oh, kijk dan, die achtergrond erbij. Zo mooi. Zo mooi shot. Ik ben zo blij met mijn nieuwe PC, want alles is echt super scherp. Dankjewel voor het clipje. Ga weg, we hebben je niet meer nodig. En dat nog tegen mijn mannelijke sim selfie ook, hè. Het is niet eens een random mannelijke sim. Nee, het is mijn mannelijke sim selfie. En we hebben... Kijk, 72. Hoppatee. Nou, nog één dingetje. Die ligt helemaal daar. Moet je nog iets? Oh, we moeten best wel wat. De honger, de energie en haar plezier. Dus dan mag ze weer even een vruchtencake eten. Is het nog goed eigenlijk? Ja, het is nog goed. Niet dat ik er door vruchtencake zit te voeren en dat ze straks helemaal over de nek gaat. Oké, terug naar de sportschool. Die is daar. Alleen nu ik dit zie. Ik heb niet een goede sportschool uitgekozen. Want als ik je hier laat slapen, wordt ze de hele tijd wakker van de muziek. Misschien moet ze weer terug naar die andere. Ja, wat gaan we doen? Je gaat op het webserver. Eet hem even op. Dit voelt een beetje sneu. Hier zo in een hoekje vruchtencakeje eten. Hoppatee. En wegbord. Wow, Ben. Oh. Is ze aangekomen? Is dat een animatie dat ze aangekomen is of zo? Is ze er echt zo... Wow, Ben. Welkom, Menno. Welkom terug. Ik ga haar even naar een andere sportschool sturen. Want bij deze kan ze dus niet slapen. Newcrest is niks. Magnolia is niks. Hier hebben we ook een sportschool. Hier. Laten we daar gaan kijken. Ze heeft al een flinke buik. Ja. En volgens mij zit ze nog in de eerste trimester. Ik denk nog niet dat ze in de tweede zit. Laten we even kijken. Zwanger 3 tot 6 maanden over 8 uur. Ja, bijna de tweede trimester. Hé, hey, zagen we die net niet ook wel ergens anders? Paparazzi. Oh jee. Oh, straks wordt ze echt berucht. Omdat ze dit soort dingen doet. De hele tijd zwanger worden van iedereen. Even kijken. We komen hier binnen. En hier is voor de rest geen bankje. Dus dan moet je eerst naar beneden. Dan is er hier in het zwembad wel een bankje. En hier achter bij de binnenplaats. Ga maar hier een dutje doen. Arme moeder. Nou, daar ligt ze hoor. Moeder aarde. Misschien wel een tweeling. Ja, ze moest wel... Oh, kijk, zie je. Ze moet alweer plassen. Welkom, Meike. Hoe gaat het? Nou, tot nu toe goed. Iem gaat er vandoor. Doei, Iem. Leuk dat je er was. Maar Meike, tot nu toe gaat het goed. En Iem was degene die gisteren nog tegen me had gezegd dat ik wel spijt zou gaan krijgen. Omdat ik dus ben begonnen met 0 simoleons bij deze challenge. Maar ik heb inmiddels al 462 simoleons bij elkaar weten sparen. En het is pas haar eerste trimester. Dus dat gaat lekker. Ja, met haar hoofd half in het bankje. En hier gaat ook de voeten doorheen. Hier, tenen door het bankje. Oh. En Menno vraagt, waarom wil je eigenlijk naar een sportschool? Omdat in een sportschool heb je en een bankje. Een douche. Een wc. En in sommige gevallen ook muziek of een televisie voor de plezier. Even kijken, hebben we een vrouw en een mannenkant? Dit is de mannenkant, dus dan is deze kant de vrouwenkant. Die wc is al bezet, dus dan mag je naar die.
Hoppatee. Ja, dus als je een arme zwerver bent, dan kan je altijd naar de sportschool terecht. Voor meerdere behoeftes. Iem zegt, je krijgt nog spijt. Zeg nou maar niks. Oké, nu ga ik echt. Wegwezen jij. en Maaike zegt, je doet gewoon 2 soort challenges in 1. Nou, en vraagt ook al, heb je al spijt? Nee. Nee, het is gewoon de 100 baby challenge. Alleen dan echt met niks beginnen. Want Mipuki noemde het ook al een combinatie met de homeless challenge. Maar de homeless challenge heeft natuurlijk ook allerlei regels. En die doe ik niet. Het is gewoon de 100 baby challenge. Alleen dan met geen startbudget en geen huis. Dat is het enige verschil. Dus we moesten zelf even het geld bij elkaar sparen voor een wc om de zwangerschapstest op te doen. Dat was interessant. Nu moeten we nog even kijken voor de plezier. Oh, dat doet ze zelf al, zie je? Oh, toch niet. Sneeuw? Het sneeuwt. Oeh. Ja, lente in Windenburg. Oké, waar hebben we hier een televisie? Daar. Ga maar even tv kijken. Waar ben je? Daar ben je. Goed voor je plezier. Ja, warm. Super wit. Oh? Oh, we zijn vergeten te stemmen. Je kan niet meer stemmen. Steun de uitvoerende kunsten. Heeft de meeste stemmen van de gemeenschap ontvangen. En zal onmiddellijk in werking worden gesteld. Even kijken. Kunnen we hier iets over vinden? Nee. Ik vind het wel grappig dat we dus al 20 invloedpunten hebben. Door alleen maar te flirten met een man en zwanger van hem te worden. Kijk, Jiska zegt, Kim kan dit gewoon. Thanks, het gaat goed komen. Dus wel alweer, de vermoeidheid zit nu al wel weer in het geel. Menno zegt, dat wordt heftig met de sneeuw. Nou, we zijn nu in Windenburg. Maar ze woont in Brindleton Bay. Dus we weten niet of het daar ook sneeuwt natuurlijk. Want het kan zijn dat het daar gewoon droog is. We hadden wel regen de eerste dag. Kijk, de plezier zit gewoon al bijna... Oh, ze zit ook nog met iemand te socialize. Ja, het zijn... Oh, dat zijn de buren van de overkant. Ja, ik wil het liefst eigenlijk alleen maar vadertjes van jullie. Dus als je die 300 tickets hebt... En als je een leuke mannelijke sim op de galerij hebt staan, zelfgemaakt... En die in zijn eentje in dat huishouden zit... Koop vooral die beloning. Want het lijkt me heel leuk om dus met jullie vadertjes deze challenge te gaan doen. Kijk eens. Oeh. Gaat er even een op zijn plaat. Oh. Ze kijkt naar de kindertelevisiezender. Ik wilde net met het muziekje meedoen. Toen dacht ik, oh kak, het is de kindertelevisiezender. Dat zou kunnen betekenen tweeling. Oh... En het mag niet van de regels, maar ik heb het niet zelf gedaan. Ze heeft zelf de tv aangezet op die zender. Ik heb alleen gezegd, ga tv kijken. Oh, kijk, wie Puk is het ook. Tweeling, tweeling, tweeling. Jiska zegt, eerlijk, ik ben niet zo van de 100 baby challenge, maar ik ben wel benieuwd hoe jij het doet en ik hou wel van een twist. Kijk. Ik ga ook nog andere challenges doen hoor. Want ik heb op YouTube ooit in een ver verleden ben ik begonnen met de Not So Berry Challenge. En die C-fall heb ik nog steeds. Dus daar wil ik ook een keer mee verder. En ik wil ook een algemene gameplay serie hebben op Twitch. Gewoon eentje zonder challenges, zonder pakketten specifiek. Maar gewoon een algemene gameplay serie. Net als wat ik met de familie Pulse heb op YouTube. Wat mijn algemene Let's Play serie is daar. Wil ik dus op Twitch ook hebben. Alleen dan heet het niet familie Pulse. Komt een andere naam voor. Oké, je plezier zit helemaal dik in het groen. We gaan weer naar beneden. Terug naar dat bankje. Voor een nieuw ditje. 300 is wel veel. Daar kan je 4 keer verkleedpartijtje voor kopen. Maar voor die 300 tickets is mijn sim wel 3 dagen zwanger. Hè? Dus het is 100 tickets per zwangerschapsdag. Vandaar dat die 300 tickets kost. Jiska zegt, de Not So Bear Challenge leek me ook leuk, maar dan moet je weer aan het werk hebben en die heb je niet. Ah ja, dat is wel lastig natuurlijk. En Binky is ook terug. Nou, we hebben lekker geld verdiend, Binky. We hebben 462 simoleons inmiddels.
We gaan ook heerlijk eigenlijk als het gaat om de behoeftes. Gaat ook goed. En Jill, joejoe. Welkom Jill. Oh, en ze wordt wakker en ze eet meteen een vruchtencake. Oh, kijk, we hebben ook nog een steen die we kunnen verkopen. Hoppatee. Oké, voordat we naar huis gaan en gaan kijken wat we met onze centjes gaan doen. Kunnen we ook even kijken of we deze buurt ook nog even leeg kunnen vissen. Maar deze heeft niet zoveel. Wat deze buurt wel heeft, is een schildersezel. Dus doe maar een kleintje maken. Die duurt niet zo lang. Hoppatee. Mag ik een klein schilderijtje maken? Dan ga ik ondertussen kijken of er überhaupt iets te vinden of te oogsten is. Hier kunnen we niks mee. Met die vlag kunnen we niks mee. We hebben hier een heel leuk paadje. Je kan daar wel vissen. Maar voor de rest valt hier niks te halen. Hè? Nee. Zelfs het gras niet. Ja, als je de homeless challenge gaat doen, dan moet je niet hier zijn. Als je geld wil hebben, moet je niet hier zijn. Oh, je bent nog een schildersezel. Ja, hier kunnen we niks mee. In stedelijk leven, San Myshuno, kan je natuurlijk ook nog van die posters vinden. Daar kunnen we misschien ook nog een keertje naartoe. Om te kijken of we wat van die posters kunnen vinden. Nee, ik zie voor de rest niet echt iets. Hey, poes of kat? Ja, er is verkleedpartijtje gekocht door Menno. Dus ik heb deze nu op. Imi was helemaal blij. Kijk, dus schildvaardigheid geleerd. Laten we kijken wat ze gaat maken. Nou, we beginnen met roze en geel. Zie haar lopen met die buik. Ja. Het wordt al wat. Het wordt al wat. Het is al een flinke toeter. En we zitten nu in het tweede trimester. Ja. Oh, een schattig roze bloemetje. Hoppatee. Kijk. Dit is interessant. We kunnen het of aan een verzamelaar verkopen en dan verdienen we dus 53 simoleons. Dan hebben we dus 3 simoleons winst gemaakt en we verdienen de roempunten mee. Maar we kunnen het ook op Fopsy plaatsen. Jill, zit jij achter de computer? Zou jij een polletje kunnen maken? Wat we gaan doen met het schilderij? Binky vindt het schilderij er leuk uitzien. Ik ben wel benieuwd. Esmee zegt, hey, Jill zit op de telefoon. Mipuki, zit jij op je computer? Spannend, spannend. Verzamelaar is de beste. Zit ook op telefoon. Oh, doe ik het zelf. Nee, ik kan het ook zelf. Ik heb nu snelle computer, hè, dus nu gaat het beter. Oké. Wat gaan we doen? Verkopen aan de verzamelaar. Was net niet. Verkopen aan verzamelaar. Of gaan we hem op Fopsy zetten. Ik zeg, ga maar stemmen. Je hebt een minuut de tijd om je stem te laten horen. Wat ze dus met dit roze schilderijtje gaan doen. Komt die op Fopsy? Of gaan we hem direct verkopen voor 3 simoleons winst? Ik heb natuurlijk geen idee wat we ervoor kunnen krijgen op Fopsy. Want ik heb eigenlijk maar 1 keer gespeeld met Fopsy. En dat kan me dus niet meer herinneren of je er heel veel winst mee krijgt of niet. Welkom Brecht. Welkom bij de stream. Net op tijd voor het polletje. Daar houden we van, toch? Polletjes. Ik, in ieder geval, ik hou van polletjes. Ja. We gaan het meemaken. En het wordt. Tijd is bijna voorbij. We gaan het op Fopsy zetten. Zo, 76% van de stemmen en Jill heeft 4000 kanaalpunten ingezet. Maar yo. Nou, dan gaan we dat doen. Op Fopsy zetten. Hoppatee. Wat ben je aan het doen? Oh. Oh. Ja, joh, gooi het gewoon op de grond. Weggooien.
moet er toch iets mee? Ja. Waar ben je heen? Daar ben je heen. Hoppatee. Nu kunnen we wel dingen opduiken. Ook al is er eigen afval. Heb je iets gevonden? Hebben we iets gevonden? Nee, we hebben niks gevonden. Ja, die staat dus op Fopsy. Kunnen we alweer een kikker fokken? Ja, oké, we gaan even kijken. We hebben eentje van 10. Eentje van 30, dat is de zonnebloem. 10. 10. 10. En ook 30. Oeh, de gestreepte zandkikker met de zonnebloemkikker. Oké, dus die gaan we met de gestreepte zandkikker fokken. En dan krijgen we er nog eentje van 30. Huppatee, nog meer simoleons erbij. Ik stuur er nog even terug naar die sportschool om te douchen. En dan gaan we terug naar onze eigen huiskavel. Want ik ben wel benieuwd met dit geld. Het zal niet heel veel zijn. We gaan niet een droomhuis neerzetten. Maar ik ben wel benieuwd met dat geld of we op zijn minst een bedje en een koelkast kunnen neerzetten. Want met koelkast kan je in ieder geval zorgen dat je eten niet bederft. En dan kunnen we natuurlijk op die barbecueplaten ook van die groepsmaaltijden maken natuurlijk. Oké. Zij is aan het douchen. Oh. Oh, de blaas loopt ook lekker leeg. Nou, ga dan ook maar meteen even plassen, want thuis heb je daar geen privacy voor. En ze heeft ook alweer honger. Oh, ik maak me echt zorgen. Ik denk echt dat er een tweeling in zit. Het gaat zo snel. Oh, dat zou wat zijn. Wie denkt er ook dat er een tweeling in zit? Zou ik ook wel leuk vinden hoor. Omdat het natuurlijk met mijn mens selfie is. Zou ik wel leuk vinden als het een tweeling is. Ze staat ook op van de wc met die vruchtencake meteen in de hand. En ze loopt weer in die handdoek. Waar ga je heen? Oh, je gaat op een bankje bij het zwembad zitten. Lukt het, meid? Ja, dan moet je hem ook opeten ook. Moet je niet meer weglopen. Oh, ik zie in de chat tweeling woep woep. En Annette zegt tweeling, tweeling. En ik zie iedereen tweeling zeggen. Oh, er zitten zelfs een paar bij die hopen dat het een drieling is. Aan de buik kan je niet zien of het een tweeling of een drieling is. Dat blijft een verrassing. Maar ze is nu aan het eten. En de blaas loopt gewoon alweer terug. En de honger loopt gewoon alweer terug. Oké, meid, we gaan naar huis. We wonen in Brindleton Bay. Op deze lege kavel. Wacht. Voor de zekerheid. Ja, gaan we naar huis. Vliegende lama hoopt zelfs dat het een vierling is. Ik denk volgens mij dat dat niet kan zonder een mod. Volgens mij is drieling de max. Oké, we zijn soort van thuis. Ik ga denk ik gewoon hier achter in het hoekje beginnen. Kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen met dit geld. Ik wil in ieder geval wel een bedje hebben. En dan hebben we een luchtbed van 225. Is dat ook echt de goedkoopste? Ja. Zo ben ik met Eva Puls ook begonnen. En ik wil een koelkast. Dat zit bij apparaten. Oh, dit hele lelijke budgetding van stedelijk leven. We hebben wel meteen maar 17 simoleons. En hoe duur kost een muur? 60. Nee, oké. Geen muur. Maar ze kan nu wel in een bedje slapen. Dat is wel beter dan op een bankje. Want als ze een dutje doet, slaapt ze altijd maar een beperkte tijd. Dus dan gaat de energiebank niet helemaal vol. En met een bed wel. En het gaat volgens mij ook sneller om energie te krijgen. Dus dat is wel fijn. Maar ze ligt hier wel in de regen. Dat is zo sneu. Maar ooit komt hier dus een echt fantastisch familiehuis te staan. En dat was ik even vergeten. Het regent. En de koelkast is een elektrisch apparaat. Dus die is meteen stuk.
Maar oké. Nee, het is niet de homeless challenge. Het is gewoon de 100 baby challenge, maar dan zonder startbudget en zonder huis. Want de homeless challenge heeft ook weer zijn eigen regels en daar doe ik voor de rest niet aan. Maar ja, met 100 baby's die op een gegeven moment allemaal tieners worden, die allemaal bijbaantje kunnen krijgen, ga je op een gegeven moment best wel snel rijk worden. Dus ik dacht, ik doe het op deze manier. De homeless baby challenge. Ze ligt nu lekker in de bedje. En we zijn in het tweede trimester op dit moment. Dus ja. We bewaren de zwangerschap voor de volgende keer. Ik ben wel benieuwd, want jullie denken dus allemaal of tweeling of drieling. Ik ben daar ook heel benieuwd naar. Ja, je kan wel een dak plaatsen, maar dan moet je eerst muren hebben. En ik weet niet of het spel dat dan ziet als een officiële overkapping. Ik weet niet of je dat pakt. Maar ja, we zijn iets verder gekomen. We hebben nu een zwangere moeder aarde. Met een bedje, een wc en een koelkast. Een kapotte koelkast. In het tweede trimester. Dus de grote kans dat wanneer ik weer de 100 baby challenge ga streamen. Ik weet niet wat ik ga doen de volgende stream. Ik kijk elke keer waar ik zelf zin in heb. Dat vind ik belangrijk. Ja, ga kijken wat ik ga doen. Maar bij een volgende 100 baby challenge. Dat kan de volgende stream zijn. Maar het kan ook een aantal streams later zijn. Gaan we de bevalling meemaken? Een kindje met een A. Wordt het Alkmaar? Wordt het Amerika? Wordt het Azië? Wordt het Afrika? Wordt het ik weet niks met een A meer. Amsterdam. Ja, dat gaan we ontdekken. Alblasserdam. Die kende ik niet. Ik zie jullie een volgende keer weer. Tot dan. En check mijn Discord als je wil weten wanneer ik live ga. Check mijn YouTube kanaal voor video's en voor oude livestreams. Want ik ben uiteraard ook mijn oude livestreams nog aan het inhalen. Ik loop nog een beetje achter. Tot de volgende keer. Doeg!